Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben mijn eerste koffie aan het zetten. Ik ben hier zo blij mee. Kijk, is het de koffie, is het apparaat zoveel beter. Ik vind hem echt mooi. Ik hou echt van het brons en in de avond zag je dat niet. Zo, mijn eerste koffie van de dag. Oh my. Een hele goede morgen. Niet schrikken van mijn look. Het is weer echt aardig warm buiten. Ik heb me even lekker gedoucht. En ik ben me nu even aan het klaarmaken. Zo, ik heb me inmiddels klaargemaakt zoals je ziet. Ik heb mijn make-up gedaan en mijn haar gedaan. Ik heb even een jurkje aangedaan van Naked. Die ik niet aan kon doen omdat het gewoon kouder was geworden. Heeft wel lange mouwen, maar is wel echt heel erg luchtig. Ik moet Nessie namelijk zo naar de autogarage brengen. En ik dacht, ik ga gewoon even misbruik maken van de situatie. Ik ga me gewoon even mooi omkleden. En dan kan Nessie gewoon gelijk een foto voor mij maken voor Instagram. Want ik wil echt heel graag weer actiever zijn op Instagram. Maar ik wil even mijn jurkje laten zien aan jullie. Hij is echt heel lekker luchtig. En hij is echt lang. Tenminste, hij komt zeg maar bijna tot mijn enkels. Hij is gewoon echt heel erg chill. I love it. Wat zei je? Fucking warm. Ja, wou ik net zeggen. Het is fucking warm. Woe. Nou, ik ruik tenminste lekker. Goed zo. Deze geur is echt zo. Eerlijk, je gaat vandaag ijsje eten, hè? Ah, shit. Ik wil eentje meenemen. Maar ik heb nog niet geluncht. Nee. Ik ga even lunchen eerst. Ik zweer me gewoon nu al dood. Niet normaal. Ik ben inmiddels onderweg met Nessie, maar hij rijdt in zijn eigen auto. We gaan even naar de autogarage toe. Want er steekt dus echt iets uit onder zijn auto. Echt fucking raar. Ik zie hem nu voor me rijden en het steekt er gewoon echt letterlijk uit. We moeten dus naar de autogarage. Daar gaan we zijn auto dumpen. Dan breng ik hem even naar kantoor, want hij moet even aan het werk. En dan ga ik weer naar huis rijden. Wat een avontuur. Wat een avontuur. En het is heel lekker cool in mijn auto. I love it. Ik hou van de airco in de zomer. Ik wou net iets boos op jou worden. Oh, wat zou ik zeggen dan? Wil je je BH volgende keer in je eigen auto doen alsjeblieft? Heel irritant. Niet zo slim zeg maar als ik naar de heb auto heb. Heb je het gezien? Nee, tuurlijk niet. Oh, gelukkig. Doe maar in je eigen dashboard. Dombo. Ik had een keer mijn BH uitgedaan toen ik aan het rijden was. Omdat ik er zoveel last van had. Waar wil je in? Waar wil je in? Wat wil ik in? Waar wil je in? Waar gaan we in? Waar gaan we in? Waar is zin in? Ik heb zin. Een tabula. In kabali. 50 graden. Oh shit. Ik krijg 40. Wat ga je doen? We hebben alles al gegeten afgelopen tijd. Echt hè? Letterlijk alles gegeten. Nou, zie je later. We gaan de tunnel in. Zalata, ben je zalata? Jongens, kijk deze man. Hij is overal foto's van aan het maken. Wat is dit? Oh, je maakt niet eens mooie foto's. Nee? Nee. Wil je hem zien? Ja? Kijk dan. Oh, wat prachtig. Oh, jongens, ik durf bijna niet te zeggen waar we zijn. Deze man maakt de hele dag foto's van mij. Oh, de thee staat in de weg. Nee, of niet in de weg. Juist op? Juist in beeld hebben. Oh, kijk, kijk. Foto model live. Oh, yes. Is die mooi? Is die mooi? Oh, hij is best wel mooi. Maak maar nog één. Yes. Echt heel mooie foto's. Geen grap. Oh, wat mooi. Oh, ja, yes. Mooi, hè? Personal photograph. Maar in ieder geval. Wij zijn bij Meadow. Moet ik de chai vasthouden? Ja, oh, ik heb vandaag kufta besteld met auberginepuree. Je krijgt hier gewoon standaard rijst erbij. Maar die ga ik niet eten. Die is voor Nessie. En Nessie heeft een chicken salad. Hiermee moet ik altijd op date, jongens. Kijken. Maar ik ben wel aan het sportschool gaan. Welke smaak is dit? M&M's. Meen je niet? M&M's? Ja, M&M's. Of Oreo bedoel je? M&M's. Een handmes? Ik moet mijn kont dichtknijpen, want ik heb diarree. Nessie heeft opeens een aanval. Diarree aanval, hè? Ik sta gewoon echt zo illegaal geparkeerd, omdat Nessie gewoon echt... gewoon een acute aanval had en hij moest echt naar het toilet toe. Dus hij is een of andere hotel binnengegaan en hij is gewoon naar het toilet gerend. En ik sta hier te wachten dat hij klaar is. Ik ga helemaal stuk. Oh my god. Gaat het? Dat was heftig, man. Ja? Ja, dat was echt... Wat heb je gedaan en waarom had je geweigerd bij die andere hotel?
Ze hebben geen openbaar toilet zogenaamd. Oh, en waar heb je nou wel gedaan dan? Ik heb in een restaurant gepoept. Welke, die Braziliaanse? Ja, dat was wel echt schoon. Hebben ze je wel gegund? Althans niet meer, maar... Hebben ze je gegund, ja, of wisten maar, ze niet? Nee, maar gegund, ja, we zijn moest poepen. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb Nessie me afgezet. En echt, ik kan dit weer niet aan. Ik ga lekker naar boven. Ik ga even mijn pyjama aandoen. En ik ga gewoon even een uurtje slapen. Echt, ik wil gewoon even slapen. Gewoon, ik ben kapot. Ik ga even mijn katten buiten laten. Ik denk dat ze echt heel graag naar buiten willen. Kom dan. Daar komt die andere. Ik ga maar lekker buiten spelen. Lekker buiten spelen. Het is lekker weer. Het is lekker weer. Oh god, ik ben net wakker. En het is kwart voor acht. Kwart voor acht. En ik moet over een kwartiertje uploaden. Ik heb niet geëdit. Dus ik ga heel snel editen en dan zie ik jullie zo. Oh, dat is echt slecht, jongen. Ik heb gewoon geen alarm gezet. Ik heb gewoon een slaapgeval. En je weet gewoon dat je over een uur dan niet wakker wordt. Het is echt gewoon de domste beslissing ever. Ik ben klaar met editen. Zoals je ziet is het alweer donker. Ik was volgens mij een half uurtje te laat met uploaden. Maar dat maakt niet uit. Hij staat nu online. Ik moet dus vannacht... Of ja, over een uurtje of zo moet ik dus weer editen. Want morgen ben ik de hele dag weg. Dat moet ik even goed plannen. Plus, ik moet nu even kijken wat ik ga eten. Zo, even simpel nadenken wat ik kon eten. Want ik heb geen zin om te koken. Ik heb hier augurkjes. Ik heb hier rundersalami. En kalkoenham. Kaas. Ik heb nog worstjes die ik nog in de koelkast had liggen. En ik ga gewoon lekker snacks hiervan maken. Dit is rundersalami. Halal. Moet ik even altijd erbij vermelden. Kalkoenbacon. En dit zijn kipworstjes. Hier zit... ook augurk bij. Hier zit augurk in en hier zit ook augurk in. Ik wil gewoon alles met augurk. Ik hou zo erg van augurk en het is gewoon echt de beste keto snack ever voor bij de movie of zo. Ik ga nu even Nessim ophalen van kantoor, want hij heeft natuurlijk geen auto vandaag. Oh joh, ik wou even een alarm aanzetten en hij ging helemaal af bij mij. Alles gewoon. Ik schrok me dood. Ik ben nog steeds een beetje aan het trillen. Maar het is goed gekomen. Ik ga nu even Nessim ophalen. Nou... Ik ken de tekst niet eens. Ik heb weer mijn man opgehaald, jongens, zoals jullie kunnen horen. Neem je mijn gewichten mee of niet? Dan. We hebben vandaag bij gewichten gehaald voor mij om te gaan trainen thuis. Want ik heb nu een matje. 10 euro per stuk. Dan. Moet je even vernoemen, 10 euro per stuk. En we hebben heel goed gehaald. Kijk, deze van 2,5 kilo, daar ga ik mee starten. En dan ga ik het opbouwen. En dan doe ik 4 kilo. En daarna 10 kilo. Zo'n 5 kilo. Ik kan ook zo'n 5 kilo pakken. Zo. Ja. Wat zeg je? Ik slik. Wat is er? Heb je de kaas opgegeten? Nee, dat heeft Lira gedaan. De kaas? Ik heb de bakje heb ik dus op tafel gedaan. En ik ging dus even daar. Ging ik even de dingen maken. En toen zat ze met haar hoofd alles te likken. Dan kon ik niks meer eten. Oh my god. Ja. Ik had het trouwens niet benoemd. Maar misschien toch wel goed om te benoemen. Want ik kreeg er toevallig een DM over. En dat vond ik eigenlijk wel een goede vraag. Tenminste, iemand beweerde dat augurken niet keto zijn. En dat klopt gedeeltelijk. Want zoetzure augurken. Ja, je hoort het al. Zoetzure augurken zijn absoluut niet keto. Daar zit gewoon kapot veel suiker in. Maar de zure augurken. Dus niet de zoetzure, maar de zure. Bevatten meestal geen toegevoegde suikers. Maar kijk even op de verpakking. Want ik heb dus de zure augurken gekocht van Albertijn. Waar geen suiker in zit. En die zijn gewoon ketenproof. Wel minder lekker natuurlijk. Maar goed. Dus ga ik iets heel erg stouts doen. Want het is laat. Maar dit ding is natuurlijk nieuw. En ik wil gewoon nog meer drinken. Ik ga gewoon even een... late night koffie zetten. Weet je wat ik echt heel erg lekker vind? Een late night koffie. Ik hou ervan. Vooral als je bijvoorbeeld bezoek of zo hebt. En je maakt dan gewoon zo laat nog koffie. Het is meestal echt super gezellig. We wouden nog even goede nacht zeggen. We gaan nu naar bed.